Barend, vandaag is het boek uitgereikt, de vlag uitgestoken, hier in lokaal 12. Maar dit boek, hoe is dat tot stand gekomen? Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. Dat zou dus nu zijn. Op 6 april zijn wij in gemeente Averees bevrijd, 75 jaar geleden. En wij als historische vereniging vinden het uiteraard belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Hebben we dus besloten om een groep mensen bij elkaar te zoeken die het boek gezamenlijk zouden kunnen schrijven. Nou, de namen staan er allemaal in. De schrijvers hebben zich voorgesteld. Dus dat vonden wij belangrijk. Daar zijn we 1,5 jaar geleden mee begonnen. Met een redactie daarin gevormd met een 5-6 schrijvers. En we hebben dus door langzaam maar zeker dat boek tot stand laten komen. Dat we toch een beeld krijgen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Averees. We hebben dus in de kroniek, ons tijdschrift, al elk jaar, dus dat is nu al 34 jaar, elk jaar met 5 mei. Een speciaal, of het algemeen, een speciaal artikelen in de kroniek geschreven. Nou, dat zijn al heel veel artikelen, zijn al gepubliceerd over de Tweede Wereldoorlog. Maar die zijn ook weer nieuwe artikelen in dit boek. En die is dat nu verzameld, met ook allemaal rijk geïllustreerd met foto's. Nou, dat hebben we dus allemaal verzameld. En daar dus een boek van gemaakt, de vlag uitgestoken. En dat heeft natuurlijk ook een bepaalde betekenis, hè, want er was in die tijd toen we bevrijd werden, op 6 april, toen kwamen de Canadezen, maar die trokken s'avonds weer terug. Toen kwamen de Duitsers weer en toen is dat drama in Ballenbrug ontstaan. Kun je uitvoerig lezen hier in dit boek, dat is echt een drama geweest. En toen 7 april kwamen de Canadezen weer terug en toen zijn we definitief bevrijd. En toen kon de vlag uit, de vlag uitgestoken. Vandaar die titel, de vlag uitgestoken. Dit boek hebben we als historische vereniging uitgegeven. In een oplage van eerste instantie van 350 stuks. Dus we hopen dat ze verkocht worden en er is veel belangstelling voor, merken we nu al. Het boek kost €20 in de winkel. Bij de Rietshop en ook bij de drogisterij in Ballenbrug. Dus ook uiteraard gewoon bij de HVA te bestellen via de website. Je betaalt €25 inclusief verzendkosten. En het wordt je binnen een week toegestuurd. In verband nou met die coronavirus vonden we dat belangrijk dat we een soort webwinkel werden. Eventjes om dat boek toch te distribueren. Omdat al die activiteiten die nu zouden plaatsvinden. Zoals vandaag zou het historisch spektakel plaatsvinden op 4 april. 6 april zouden we dat boek presenteren. In de Reeskerk met Abke Bruins. 7 april was die groot bevrijdingsfeest op de markt. Dat gaat allemaal niet door. Ik vond het toch belangrijk om dat boek dus te presenteren en te verkopen nu. Vooral in dit weekend kun je toch nog je inleven hoe het 75 jaar geleden allemaal gebeurd is in die oorlog. En hoe die bevrijding tot stand kwam.